Tiel heeft er binnenkort weer een krant bij. 4 keer per jaar wordt er voortaan een sportkrant uitgegeven. We spraken met Angelo Grote, initiatiefnemer van de krant. Op 28 maart verschijnt de Tielse sportkrant. Die wordt huis aan huis verspreid. Dus ieder Tiels gezin die geen nee-nee sticker heeft, krijgt hem. En daar kun je gewoon het totaal overzicht zien wat er op sportgebied allemaal te doen is in Tiel. Uiteindelijk wordt het zaakje natuurlijk gefinancierd door adverteerders. En het leuke is dat daar niet alleen sportgerelateerde adverteerders in staan. Zoals bijvoorbeeld Sportplaza en Bushido. Maar bijvoorbeeld ook partijen die in eerste instantie niets met sport hebben. Maar toch de sport willen ondersteunen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een Niazet, een McDonald's en een Gotan. Sportplaza vindt het heel belangrijk dat de inwoners van Tiel in één overzicht kunnen zien wat er allemaal hier te doen is in Tiel op sportgebied. Van de kleinere vereniging tot de grote verenigingen in al onze sporthallen en gymzalen. Dat er zoveel verenigingen zijn en dat de mensen in Tiel nu kunnen zien van waar kan ik terecht. Welke leuke sportverenigingen zijn er, want Tiel moet gaan bewegen. Ja, daarom ondersteunen wij het initiatief zoals de Tielse Sportkrant.